Dit is een aardbeidje. Hij is makkelijk om te maken. Ik ga jullie nu leren om hem te maken. Als allereerste gaan we de middelste recht maken. Dus je haalt de middelste eruit. Dan maak je dat alle drie de pionnetjes recht staan. Hij kwam net uit de doos dat deze weer hier zat. Zo kwam die uit de doos. Ja, maar nu willen we dat alle rijtjes met pinnetjes opgelijnd zijn met elkaar. Ga je beginnen? We pakken twee groene elastiekjes en die plaatsen we van links naar het midden. En dan gaan we weer twee elastiekjes pakken en dan doen we die van het midden naar rechts. Of van rechts naar of van midden. Rechts naar het midden. Dat maakt niet zoveel uit. Nu pak je twee rode en dan ga je van de linkerkant naar boven. En weer twee rode. Pak je weer twee rode. En dan doe je die eroverheen. We gaan nu de middelste doen. Dus we gaan van het midden naar boven. En van de en nog laatste, een keer naar boven. Bij de laatste maken we er maar eentje. Maar je hebt wel twee elastiekjes, maar je gaat niet als deze twee weer doen. Nu gaan we van deze, pakken we weer twee rode elastiekjes en gaan schuin naar boven. Nu pakken we weer twee rode elastiekjes en dan gaan we van de middelste weer naar boven. Pak je weer twee rode elastiekjes en dan ga je van deze ga je ook weer naar boven. Dan krijg je dit. Nu pakken we weer twee rode elastiekjes. En dan gaan we niet weer naar boven, maar dan plaatsen we hem van hier. Dan zetten we ze dwars bovenop. Nu ga ik een elastiekje dubbel vouwen en die ga ik hierop doen. En daarna ga ik de capband doen. Je pakt je haaknaald. Pak je een elastiekje. En die vouw je één keer op je haaknaald. Nog een keer. Dan heb je twee dingetjes. Ja. Ja. En nu gaan we hem plaatsen op de plek die je net aangewezen hebt. Ja. Nu gaan we de capband maken. Je pakt een elastiekje, doe je één keer erop, zie je twee lusjes. En nog een keer erop en dan zie je drie lusjes. En daarna doe je even je vinger erop, tussen en daarna kan je hem met je haaknaald loslaten. Heel goed, ja. Zitten alle elastiekjes nu op? Ja. Oké, dan kunnen we beginnen met haken. En daarvoor moeten we de loem omdraaien. En dan wijst de pijl van je loem naar je toe, voor zover je hier kan zien. Ik was iets vergeten. Alle elastiekjes zitten er nog niet op, want ik moet nog twee capbands erop doen. Hier en hier. En die maak ik met groen. Je pakt je haaknaald. En pakt een groen elastiekje en die vouw je één keer dubbel. En die zie je twee lusjes en die plaats je op de plek waar ik hem net aan heb gewezen. Nu pak je nog een groen elastiekje, twist hem, draai hem één keer en plaats hem hier. We gaan met het haken beginnen, maar kijk eventjes aan de zijkant. We gaan beginnen bij dit pionnetje. En kijk even aan de zijkant hoe de elastiekjes erop zitten. De onderste is deze. Daarna komt die. Twee keer, hè? Dus dit is een dubbele. Dit is een dubbele. En daar bovenop zit de capband. We duwen zo de capband naar achteren. En dan willen we dit elastiekje hebben, deze. Die willen we dus, als we de capband naar achteren hebben geduwd, willen we die eruit halen.
op dit pinnetje plaatsen. En daarna willen we die hebben. We gaan in de kappend. En dan pakken we de bovenste twee. En brengen we hem naar de plek. Help je even mee met je andere hand. Waar die vandaan komt. Heel goed. De kappend tegen te houden. En dan heb je een heel mooi druppeltje gemaakt. Dus dan weet je dat je het goed hebt gedaan. Nu gaan we de onderste pakken. Dus je duwt de kappend aan de kant. En dan pak je de onderste twee. En plaats hem naar de plek waar die vandaan komt. En je ziet weer zo'n mooie druppel. We gaan nu vanuit deze twee pinnetjes haken. We willen dit elastiekje zo meteen hebben om naar dit pinnetje te haken. We willen dit elastiekje hebben om naar de middelste te haken. En tenslotte willen we deze, die, willen we hebben om daar naartoe te haken. En zoals je ziet zijn er weer vrij veel elastiekjes op die pinnetjes. Dus, en ook allemaal dezelfde kleur. Dus dat kan best lastig zijn. Kijk anders even eerst aan de zijkant welke je wil hebben. En hoe ze geplaatst zijn. We gaan deze pakken. Dus we gaan in. In het pinnetje. Dan pak je de bovenste twee. En plaatst hem waar de plek waar hij vandaan komt. En dan zie je zo'n mooie druppel. En dan weet je dat je het goed hebt gedaan. Nu de middelste. Je gaat... Het wordt steeds makkelijker. Want iedere keer heb je weer twee elastiekjes uit de weg gedaan. Je gaat erin, pakt, je gaat erin, pakt de twee. Bovenste twee die je dan tegenkomt. En dan plaats je hem naar de plek waar weer hij vandaan komt. Weer zo'n mooie druppel. Nu ga je er hierin, pakt de onderste twee en plaatst hem waar naar de plek. Waar die vandaan komt. Ja, de onderste twee, want dat waren er maar twee, hè? Ja. Dus het kon niet missen. Oké, nou dat rijtje is ook gehaakt. Ik ga nu dit rijtje haken. Dus ik ga erin, duw, de twee elastiekjes aan de kant. Pak de onderste twee en plaats hem naar de plek waar het zijn meer dan twee elastiekjes volgens mij die je naar achteren moest duwen, of niet? Ja. Pak je weer de onderste twee en plaats hem weer naar de plek waar die vandaan komt. Je gaat er weer in, pakt weer de onderste twee en plaatst hem naar de plek waar hij vandaan komt. Nu gaan we hierin, dan pak je de twee groene en dan haal je hem eroverheen en dan plaatst je hem naar het midden. En dat doe je bij de andere kant ook. Even wachten, schat. Je pakt... Je had hier nog een groene capband opgezet, dat is die. Dus je pakt de elastiekjes die daaronder zaten. Dat gaan we nu ook aan de andere kant doen. Je ziet hier het elastiekje, die willen we hebben. En je ziet die groene capband er bovenop zitten. We gaan de capband aan de kant duwen. Pakken we de onderste groene. Plaatsen hem naar het midden. Nu ben je klaar met je aardbei. We pakken een groen elastiekje. Doen de haaknaald door al de elastiekjes heen van het midden. Daarna doen we hem door dit elastiekje aan de haak. En dan trekken we de haak er voorzichtig doorheen. En doen we de andere kant ook aan. Zo. Nu pakken we de achterste, dus die er al op zat, en die ga je er overheen doen en dan maak je een knoopje, dus dan trek je het even voorzichtig aan. Dan kan je dit loslaten. Je bent klaar met je aardbei. Nu gaan we hem eraf halen. Ik help meestal even mee met mijn haaknaald. Gedaan hoor.
ziet er schattig uit. Nu moet je hem heel even in model trekken. En nu is je aardbei klaar.